Ik zie op dit moment maar één oplossing, dat is gewoon puur vaccineren. Ja, we hebben gezien hoe vlug men voor corona iets gevonden heeft. Volgens Jaap Marsing en Sijts Dijkstra uit Zeewolde is vaccineren de enige oplossing om vogelgriep tegen te gaan. De ziekte is sinds de uitbraak op 26 oktober 2021 niet weggegaan. En die uitbraak vond plaats op het bedrijf van Sijts Dijkstra. Goedenavond. Bij een pluimveehouderij in Zeewolde is vogelgriep vastgesteld. Een zeer besmettelijke variant van het virus is aangetroffen bij een pluimveebedrijf in Zeewolde. Alle 36.000 dieren op de boerderij in Zeewolde zijn afgemaakt. Dan gaat er wel een raar gevoel door mijn buik. We hadden een medewerker die belde op maandagochtend. Die zei van ik heb op één plek allemaal dode kippen. Een stuk of 50. Zijn angst wordt werkelijkheid en zijn 36.000 kippen worden geruimd. Een week later wordt de ziekte ook even verderop op het bedrijf van eendenhouder Jaap Marsing gevonden. De eerste waar ik met mezelf afsprak van nou, als de NVWA komt en het hele feest, dat rolt je erf op. Het eerste wat je doet is het loslaten en dat je dan ook helemaal de regie kwijt bent. Dat het virus jaar rond aanwezig blijft, heeft volgens de pluimveehouders meerdere redenen. We krijgen steeds meer, ook vernatting in Nederland, steeds meer natuurgebieden. Nou, daar blijven trekvogels, want die nemen per slotverrekening het virus mee. De stal die moet geventileerd worden. Dus die lucht van buiten komt op een bepaalde manier komt die in de stal. En als je dan bijvoorbeeld, als er wat stof in de lucht zit of waterdruppeltjes, weet ik wat. En die komen de stal in en daar zit een zo'n virusje aan. Dat is een foute boel. Daarnaast muteert het virus waardoor het steeds meer pluimveesoorten treft. De Europese Gezondheidsdienst ECDC meldde begin oktober dat de huidige vogelgriepepidemie de ergste is die ooit is waargenomen in Europa. Daarom zeggen de pluimveehouders in Zeewolde... Er moet gevaccineerd worden. Dat is de enige oplossing? Ik denk het wel, ja. Dijkstra hoopt dat de landen in Europa gezamenlijk optrekken om pluimvee te vaccineren. Gelijktijdig beseft hij dat het nog enkele jaren kan duren voordat het zover is. Tot die tijd en zolang het virus aanwezig is, houdt hij zijn kippen binnen.